Ja, we zijn in Vermeer net voor de zomer begonnen met bijen. We hebben één korf op het dak kunnen zetten met het idee voor eigen honing te gaan produceren. Met de bijen van de stad, van bomen van de stad en van planten van de stad de pollen te gaan halen. Het gaat wel heel goed, we hebben laten zien met de korf boven. Wij hebben daar zo'n 30.000 bijen in één bijenkorf. De seizoen is nu voorbij. We zijn de laatste tijd alleen maar bezig met suiker toe te voegen, omdat de honing is al weggehaald. En we moeten suiker toevoegen om zodat ze door de wind heen. Nou, het project is, we zijn net voor de zomer mee begonnen. En nu de afwachting, zullen ze de winter kunnen overleven, zodat we hebben de bijen dan voor het voorjaar. Nou, als dat allemaal lukt en ze overleven, dan hopelijk, ja, in juni, bij dit zijde kunnen we de eerste keer echt profiet van halen en honing kunnen afhalen. Met de hoop dat we uiteindelijk van dat één korf zo'n 20 kilogram honing kunnen van afhalen. De cultuur van de bijen op het dak, waarom zijn we daarmee begonnen? Het is in Londen zie je het best regelmatig en in New York. Dat een bij kan heel goed in de stad wonen. Je zult 1, 2, 3 niet denken over Amsterdam. Er is geen niks voor een bij te gaan halen. Maar Amsterdam is gebouwd met huizen, met binnenhofjes, waar er zijn towns. En towns met alle soorten bloemen. Er zit ook bij alle grachten. Heel lindenbomen en wat je wil overal, waar alles kan gehaald worden. En wat is ook zo in de stad, is de stad, er wordt nauwelijks pesticides gebruikt. Waar op het platteland, er is heel veel pesticide gebruik. En dat is slecht voor de bij. In het centrum is dat iedereen heeft een eigen tuin en mensen thuis spouten niet op een tuin. Dus de bijen heeft daar echt 100% goede honing kunnen halen. En dan heb je gewoon een biologische honing meteen. Dat is wel goed van kwaliteit. De bijen van het dak van het hotel, Barbers and Palace, we zitten bij Central Station, kan vliegen zo'n 3 kilometer van de korf af. So je spreekt over de hele krachtenkorrel, is hun domein om dat te gaan halen. We hebben daar achter ons de ei. Nou, daar kunnen ze niet over vliegen, omdat het is te brede water. Zo die gaat alleen maar in de krachtenkorrel. En zover als ik weet op dit moment, wij zijn één van een aantal imkers dat hebben bijen in de stad. So er is nauwelijks competitie. En de hoop is dat als het lukt met dit overwintering dit jaar, dan wij zullen dat uitbreiden naar 3 of 4 korfjes uiteindelijk.